Lars, braadworst of rookworst? Braadworst. Duitsland of Nederland? Duitsland. Knotje of kort haar? Knotje. 3-3 gelijk spelen en een blunder maken of 2-1 verliezen en een penalty pakken? 3-3. Neuer of Ter Stegen? Ter Stegen. Beslissende penalty pakken in een penalty serie of gelijkmaker in koppen in de laatste minuut? Penalty pakken. Barça of Real? Real. Thuis barbecuen of uit eten? Thuis barbecuen. Carrière afsluiten bij Schalke of bij Twente? Twente. Eens of oneens? Keepers zijn gek. Eens. Ja, Duitsland-Nederland. Je koos voor Duitsland, je thuisland. Hoe was je jeugd daar? Rustig. Ik was tot de C-jeugd. Dat is, volgens mij is het onder 13. Onder 15. Ja, daar heb ik bij SV Offen gespeeld, dus bij mijn thuisploeg waar ik vandaan kom, waar mijn broer nu voetbalt. En dan hadden we een samenwerking met een dorpje naast ons, omdat we te weinig kinderen zijn daar. en daar voetbalde ik nog 2 jaar. En daar maakte ik de overstap naar Preußen Münster, waar ik nog 3 jaar voetbalde. En dan vandaar maakte ik de overstap naar Schalke. En daar was dat 1 jaar in de onder 19 en dan 1 jaar in de onder 23. En dan 4 jaar in de selectie, de eerste selectie. Een paar mooie wedstrijden. Een paar Bundesliga-wedstrijden, Champions League, Europa League. Het was echt een mooie tijd. Van daaruit ging het even een halve jaar, een huurperiode, naar FC Aarau in Zwitserland. Daar was het ook een leuke tijd. Het was een mooie kleine club die nu helaas in de tweede liga speelt. Daar was ook een prima tijd voor mij. Het leven in Zwitserland is sowieso echt geweldig. dat kan je wel doen. Voetbal was het ook best wel prima. We zijn binnengebleven en dat was het doel. En van daaruit ging het dan nog een keertje voor 3 jaar naar Fortuna Düsseldorf. Waar ik helaas niet zoveel speelde hoe ik heb verwacht. Van daaruit ging ik over naar Nederland. Dus, ja, hoe was dat verschil voor jou? Het verschil, zeker in het begin is het echt anders trainen, zeg ik maar. Je hebt ook een andere weekschema en een andere idee van voetballen, zeg ik maar. Dat was dan ook even winnen, andere taal winnen, sowieso. Gelukkig kon ik in deze tijd nog in Duitsland blijven wonen. Dus dat maakt het dan toch wel makkelijker. Als je dan vooral in Venlo, daar praten ze sowieso de meeste wel Duits. Dat was dan wel makkelijk voor mij. Het was dan ook makkelijk om het te leren, die taal. En VVV kwam ook wel op het goede moment voor jou, denk ik. Ja, VVV was wel een keus van mij om te zeggen van ja, ik heb bij Fortuna niet heel veel gespeeld. Dus nu, in deze leeftijd, moet je echt wedstrijden keepen. En dat kon ik bij Venlo. En dat deed ik ook aardig, denk ik. Door die stap dan naar PSV zag ik ook bij mij terugkomen van het was een prima keus die je gemaakt hebt. Dus het betaalt, hoe heet het? Het betaalt zich uit als je misschien, wat sommige mensen zeggen, van een stapje terugzet, dat je weer 2 omhoog kan. Ja, Jan Strooijen belde over FC Twente. Wat dacht je op dat moment? Ja, ik had het al heel lang in mijn achterhoofd, zeg ik maar, van het zou mooi zijn als ik ooit een keer voor Twente kan voetballen. En als het dan echt serieus wordt en ook mijn zaak waarnemen met Jan kon praten en dit soort dingen, dan denk ik ook van ja, het kan misschien wel gebeuren. En dan waren we eigenlijk heel snel klaar
dat het goed is voor allebei partijen. En dus hebben we het gewoon gedaan. En wat maakt de SC Twente voor jou zo mooi? Is dat ook om het Schalke of gewoon hier in de buurt voor jou? Ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende dingen. Dus ik speelde die laatste seizoen bij PSV niet veel. Die kans om hier te spelen was groot. Omdat Joël ging weg en Twente was op zoek naar een nieuwe nummer 1. Dus die kans was groot om te spelen. Het is gewoon een mooie club met mooie supporters. Tuurlijk, ik kan nu weer thuis wonen. We hebben een huisje gebouwd en die hele familie is gewoon blij dat ik en mijn vrouw weer thuis zijn. En ja, dat was gewoon, alles in elkaar was gewoon 100% perfect. Dus dat was geen andere weg waar ik naartoe kon. En voelt dat nu nog steeds zo? Is SC Twente nog steeds jouw club geworden? Ja, zeker. Zeker. Dus het is niks veranderd. De laatste seizoen was fantastisch met de vierde plek. Daar had niemand met gerekend. En ik hoop dat we dit seizoen ook weer iets moois kunnen doen. En daar kijk ik echt naar uit. En daar gaan we alles aan doen. En de afgelopen jaren heb je Twente al heel veel kunnen redden met geweldige reddingen. Dit seizoen zet je die lijn weer voort. En ook de supporters zien dat met een liedje. Hoe is dat voor jou? Ja, natuurlijk is het mooi als je ziet dat ze achter jou staan. Dat ze ook vinden dat je jouw werk goed doet. En dat is heel belangrijk. Daardoor word je ook nog, komen ook nog weer een paar procentjes bij die je dan nog beter wordt. Omdat je weet, ze staan achter jou, ze steunen jou. En dat zie je denk ik ook in de hele ploeg bij ons, als je thuis speelt. Ja, wat we daar dan kunnen brengen. Want ook als we 1-0 achter staan of zo, we kunnen dan zomaar nog 3-1 winnen of zo. En dat is vooral ook, zie je in deze club zo mooi, dat die supporters zo erachter staan. Hoe voelde het voor jou de eerste keer dat ze jou toezongen? Je staat dan voor vak B. Als ik me het zo herinner. Die eerste keer moest ik toch eerst goed luisteren. Wat zingen ze daar wel? Maar het is gewoon een mooi liedje. Het is leuk om te horen. En je kan het ook wel best goed meezingen. En de afgelopen 2 jaar nou, ben je hartstikke in vorm. Veel reddingen gehad. Welke redding staat jou het meeste bij? Je hebt misschien... Dat ik de laatste keer nog in een interview over bijvoorbeeld die redding tegen PSV, tegen Heerenveen. Die 1-op-1 met, hoe heet die spits nog, Zaar. Dat is qua keepersspel een heel mooie redding. Daar had ik ook met die Noppert later over van, ja, dit is echt voor een keeper een leuke, fantastische redding. Daar heb je het wel over, maar ja, dat duurt ook niet zo lang, dan is het weer vergeten. En veel mensen hebben het erover hoe leuk en gezellig de selectie, hoe veel sfeer er in de selectie zit. Hoe is dat voor jou? Ja, dat klopt. We hadden de laatste seizoen een heel goede sfeer in de selectie en dat hebben we dit seizoen ook. En ik denk dat is opeens ook omdat we een goede balans hebben tussen jong en oud. En zo'n paar die nog daartussen zitten. En ook met de jongens. We hebben jongens dan bijvoorbeeld Flap of Ricky, die kunnen een beetje praten. Die vinden het vooral Flap ook leuk om DJ te zijn of weet ik niet wat. Of onzin te praten en dit soort dingen. En je hebt ook dan mensen, dan Matty of ook ik, die iets stiller zijn. Of Titi is ook zo iemand, maar die gewoon... Het bij elkaar houden en werken en ook maar bijvoorbeeld Titi of ik ook maar zeggen van ja, nu moeten we iets minder lachen, iets meer werken of dit soort dingen. En dat helpt in deze groep om bij elkaar te blijven en gewoon het leuk te hebben, maar ook goed te werken en het serieus te houden. Ja, want je bent al een van de ouderen in de groep. Is dat soms lastig of merk je dat je een andere rol hebt gekregen daardoor? Ja, Je voelt, je, met 30, wat hebben we nu? 1, 2, 3, 4. 4 spelers over 30, volgens mij. Ja, Robin kan je ook bijna bijtellen, maar die lijkt wel op 30. Nee, maar tuurlijk, je bent ouder, je bent ervaren. En tuurlijk heb je dan vind ik altijd, moet je ook
meer verantwoording overnemen in bepaalde dingen. Dus gewoon coachen en misschien ook iemand bij de kant nemen en zeggen van ja, maar dit moeten we zo en zo doen. Dus dat vind ik wel dat je dat moet doen als je ouder bent. Maar het heeft niet alleen met leeftijd, ook van hoeveel wedstrijden heb je al gespeeld. Je kan ook met 27 kan je ook heel ervaren zijn en al 200 wedstrijden gespeeld hebben. En dan moet je dit ook doen. Ja, en je had het even buiten het voetbal. Je had het er net al over dat jullie hier mooi in de buurt een huis konden bouwen en alles. Wat zijn je hobby's verder buiten het voetbal? Hobby's? Ja, de zoon van mij. En dat was het. Voor mij was geen tijd. Maar begrijp je net al de keuze barbecue of uit eten? Ja, dat sowieso. Nee, ik hou wel van barbecue. Wow. En als het kan, ga ik ook een keer mountainbiken. Dat kan je bij ons in de buurt ook heel goed. Soms wel padellen, tennissen. Maar ja, onze jongen is nu 14 maanden, bijna 15 maanden. En als we vrij zijn, dan wil ik toch graag iets met hem doen. Omdat die tijd kreeg je nu nooit meer terug. Dus nu vind ik het leuk om elke vrije tijd met hem te doen. En je bent nu 32 jaar. Waar zien we Lars Oenestal over een jaar of vijf? Goeie vraag. Ik heb na dit seizoen nog 2 jaar contract. En ik hoop dat we dan nog kunnen doorgaan daarna. Natuurlijk is het alles een beetje afhankelijk van mij, van mijn gezondheid. Raak je blessiert, raak je niet blessiert. Wie vindt die trainer mij? Wil die met mij door, wil die niet? Heb ik nog zin in? Is ook een vraag. Vind ik is altijd heel belangrijk. Kan ik het nog opbrengen om elke dag volle bak op training? En daar moet ik gewoon nog zin in hebben. Maar dat denk ik wel. En als het alles goed bij elkaar pakt, zou ik het leuk vinden met 38, 40 hier nog te keepen. Top, dankjewel. Succes. Ja, dankjewel.